Mijn ouders zeiden, ja, er zit veel meer in jou dan MAVO. Dus toen ben ik ook naar deze school gegaan. Blijkbaar zat er ook echt meer in. Want ik ben in 2 jaar van MAVO naar VWO gegaan. Ja, het voelt niet echt of ik iets heb overgeslagen of dat ik iets heb gemist. Omdat ze duidelijk uitleggen en ze besteden heel veel aandacht aan iedere leerling. We hebben niet 1 jaar brugklas, maar 2 jaar brugklas. Dus we hebben een klas die heet 1MHV, waar dus alle 3 de niveaus bij elkaar zitten. Waardoor je gewoon veel beter kunt bepalen op wat voor niveau zij verder moeten gaan. En aan de hand daarvan ga je bepalen wat voor hem of voor haar het beste traject is om te doorlopen. Camille is als scholier enorm veranderd. Hij is heel erg gemotiveerd geraakt, wat wij eerst helemaal niet kenden. Hij doet echt zijn best. Hij houdt echt in de gaten wat hij moet doen en wat hij niet moet doen. Zonder dat wij er ooit iets van hoeven te zeggen. Maar daarnaast, hij gaat ook heel graag naartoe. Nou, dat vind ik uit de kunst.